Het klaar zijn van de code is ook tegelijkertijd het startpunt voor het uitrollen van het programma, waarbij we met alle medewerkers van de universiteit iets organiseren waar zij spreken met elkaar over normen en waarden in het werk. En daar kan die code bij gebruikt worden, omdat het een soort handvat is om even na te zoeken van hoe zit dat ook alweer en daarmee onderwerp van gesprek is. En het belangrijkste daarvan is dat we heel graag willen niet zozeer dat die regels van die code per se strikt worden nagestreefd, maar dat het een onderwerp van gesprek is. Als je ergens bij aarzelt, als je het niet zeker weet, vraag aan je collega. Als je iets ziet gebeuren waarvoor je denkt, maar dat is toch niet zoals wij dat eigenlijk zouden willen, maak het bespreekbaar of met je leidinggevende of in een uiterste geval bij een vertrouwenspersoon. Want dat maakt dat we daarmee ook situaties kunnen voorkomen waar mensen klem zitten, waar ze niet meer anders kunnen dan toegeven dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Terwijl je heel graag met elkaar van tevoren dat gesprek wilt hebben, opdat je ook de goede keuzes met elkaar kunt delen en kunt maken.